Welkom bij WOW, het innovatieprogramma van L1. Het klinkt misschien nog ver weg, maar de materialen in de wereld die worden schaarser. Dus dan komen er minder van. En er zijn bedrijven die daar nu al over nadenken hoe je daar slim mee om kunt gaan in de toekomst. En bij zo'n bedrijf die dat doen, zijn we vandaag te gast. We zijn te gast bij Niaga, een onderdeel van DSM. Chantal Jurissen werkt er en geeft er leiding aan een team dat elke dag bezig is met recyclen en de wereld een stukje duurzamer maken. We zijn vandaag bij Niaga, een bedrijfsonderdeel van DSM. Chantal, wat doet dat bedrijfsonderdeel? Bij Niaga zorgen we ervoor dat producten die normaal gesproken bij het afval komen, niet meer bij het afval gaan komen. Dus we houden ons bezig met circulariteit. Oké, en hoe is dat ooit ontstaan? Ja, het is ooit begonnen met twee heren die uit de tapijtindustrie kwamen. En die dachten van, goh, het moet eigenlijk anders kunnen. Want van alle tapijt op de wereld wordt slechts 5% gerecycled. Dus dat betekent dat dus eigenlijk nagenoeg al het tapijt verbrand wordt of op bij afval terechtkomt. En ze dachten van, goh, dat moet anders kunnen. Toen zijn ze gaan nadenken hoe en uiteindelijk zijn ze daarvoor bij DSM terechtgekomen. En gezamenlijk hebben we dat verder opgepakt. Belangrijk om te begrijpen hoe dat gaat met duurzaamheid in het begin is het ontwerp. Eigenlijk is dat cruciaal bij ieder product om optimaal gebruik te kunnen maken van die duurzaamheid. Hoe werkt dat nou? Ja, in principe als je ervoor wil zorgen dat een product op het einde van de levensduur niet op de vuilnisbelt belandt, maar weer opnieuw tot een ander product gemaakt kan worden, dan moet je er eigenlijk inderdaad in het hele begin al rekening mee houden. En dat doen we eigenlijk op drie manieren. We zorgen er als allereerste voor dat we zo min mogelijk verschillende materialen gebruiken. Dus het liefst maar één of twee materialen in een product. Het tweede waar we voor zorgen is dat de materialen die we kiezen, dat die getest zijn en dat ze niet slecht zijn voor mensen of voor de natuur. En de derde is dat als er dingen aan elkaar bevestigd worden, dus met een soort lijm, dat we dan voor zorgen dat we alleen die adhesive, die speciale lijm gebruiken die DSM ontwikkeld heeft, die kan verbinden, maar op het einde van de levensduur ook weer los kan laten. Hier het matras al. Kun je eens uitleggen die zaken die je nu net noemt, hoe dat terugkomt eigenlijk in dit product? Ja, dit is een matras die we gemaakt hebben samen met onze partner Auping. En wat we samen met hun ontwikkeld hebben is dat we een matras hebben gemaakt waar slechts twee materialen in zitten. Dus polyester en staal voor deze veren. En alles is aan elkaar verlijmd met onze speciale adhesive. Dus op het einde van de levensduur, als je de matras weer terugbrengt, dan gaat hij normaal gesproken naar een vuilnisbelt. Nu komt hij weer terug bij de fabriek en daar wordt de hele matras uit elkaar gehaald en wordt er weer een nieuwe matras van gemaakt. Er zijn heel veel producten die worden gerecycled en daarvan weten we dat ze aan het einde van de levensloop goed terechtkomen. Maar wat gebeurt er nou met die categorie producten die niet gerecycled worden? Waar komen die terecht? Nou, wat ermee gebeurt is dat het of op de vuilnisbelt belandt of het wordt verbrand. Nou, hebben jullie om daaraan tegemoet te komen wel iets bedacht? Want op producten van jullie zit een QR-code. Waarom zit die daar? Die zit daar dat als je naar de winkel gaat en je wil een product kopen, dan kun je eigenlijk al aan die code en het Niaga-merk zien dat het product volledig circulair is. Vervolgens kun je die QR-code scannen en dan zie je precies en welke producten erin zitten, welke materialen. En je ziet precies hoe het product uiteindelijk gerecycled gaat worden. We hebben gezien in deze uitzending dat Niaga nu aan de slag gaat met de producten die het meeste afval veroorzaken. Maar je kunt je voorstellen dat er natuurlijk nog heel veel werk aan de winkel is. Ze zoeken hier ook partners, dus mocht je samen willen werken, meld je dan vooral bij. Dit was WOW, tot de volgende keer.